Dag vrienden, hier Jaap Dilleman opnieuw met deel 3 van Wat zegt de Bijbel over Hamas en de geest van Amalek. We hebben gekeken hoe dat met name ook in Iran, Perzië en dan met Haman, de Jodenhater, hoe diezelfde geest nu operationeel is om te doen wat Haman destijds van plan was te doen, maar wat verijdeld werd door onze God. En daar komt het Purimfeest van bij, vandaan wat Israël nog steeds viert, hoe dat werd omgekeerd in het voordeel van Gods eigen volk. En ik ben ervan overtuigd dat dit een schaduwbeeld is van de geschiedenis die nu geschreven wordt, want er is niks nieuws onder de zon. We moeten beseffen dat de islamitische verzetsbeweging, en dan hebben we het over Hamas, Filistea, de geest van Hamas, de geest van Amalek, dat die streeft naar het waarmaken van de belofte van Allah, hoe lang dat ook duurt, om de hele wereld te veroveren. Mohammed schijnt gezegd te hebben: de dag des oordeels zal niet komen totdat moslims de Joden bevechten en doden, totdat de Jood zich achter de rotsen en bomen verschuilt. En dan zullen de rotsen en bomen zeggen: o moslim, o dienaar van Allah, er schuilt een Jood achter mij. Kom en dood hem. Dit staat in de hadith uit de Al-Bukhariya. Dat zijn dan geschriften. Maar dit lijkt bijna op een tekst uit het boek Openbaring, die verdraaid is, waar staat: de grote en de kleine, de koning en de heersers zullen zeggen: bergen, val op ons en verberg ons van het aangezicht van de toren van het lam. Hier zien we de verdraaiing. Maar voordat we verder gaan, laten we nog heel even teruggaan om de lessen die wij kunnen leren uit die geschiedenis van Amalek. En ik lees daarvoor Exodus 17 vanaf vers 10 tot 16... Joshua deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand zakte, had Amalek de overhand. En toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij erop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Joshua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zei tot Mozes. Nou, voordat ik verder lees, dit is een prachtig beeld. En Mozes had die stok. Weet je, had die stok gekregen. Die werd een slang. Die stok waarmee hij de Nijl sloeg en de Rode Zee. En ook de rots enzovoort. Daar kom ik toch op terug. Maar hier in dit verhaal moest hij die stok omhoog houden. Dat is het woord banier of staf wordt hier namelijk gebruikt. Zolang die omhoog werd gehouden, zolang als wij God verhogen, zolang als wij Jezus nummer 1 maken, zal er overwinning zijn over de geest van Amalek. Daar is hulp voor nodig. En daarom is het zo belangrijk dat we bidden, dat wij anderen ondersteunen, dat wij Mozes, Israël en de bedieningen ondersteunen met gebed, met financiën, met bemoedigingen enzovoorts. En dan staat er verder: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Joshua in, dat ik de herinnering van Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Dat is, nadat hij hun verslagen heeft, zegt God: ik ga er 100% mee afrekenen. Dat is dus ook Haman, dat is ook Iran. Dat zijn al diegenen die zich verbinden aan die geest. Ook de VN, ook de WEF, ook de andere landen, want het is een geest die zich niet alleen hecht aan de Arabische volken, maar iedereen die zijn geest opent voor deze vijandschap tegen de God van de Bijbel. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En het woord banier in deze tekst is staf. Dus refereert naar die staf die hij omhoog hield. En hij zei: de hand op de troon des Heere. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht
tot geslacht. Die strijd zien we nu ook in het Midden-Oosten. Die zien we vanaf 1948, hoe de volken rondom, hoe de VN resoluties heeft uitgevaardigd, hoe de wereld zich nu in het antisemitisme tegen Israël en tegen Gods volk keert. Maar lieve vrienden, je kunt hoog en laag springen. Onze God is de Alfa en de Omega, de God van Israël, het begin en het einde. Hij is de Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige. Hij zal triomferen, al gaat het misschien door grote strijd en moeite heen. Maar zeker is, ik weet hoe het afloopt. Hij zal regeren voor 1000 jaar. En God zal zijn volk beschermen. Waarom gaat God zijn volk beschermen? Omdat die geest van Amalek, die jaloerse, die eeuwige jaloezie, er altijd op uit is. Alle jaloerse religies willen Israël van de kaart vegen en uitroeien. En daarom heeft God het Joodse volk op een unieke manier beschermd tegen deze geestelijke aanvallen. En de dreiging van Hamas vertegenwoordigt precies die aanvallen. Als je mij vraagt aan welke kant ik nu sta, luister vrienden, ik sta aan de kant van God. Terwijl hij vecht met de Amalekgeest die Hamas tot onuitsprekelijke wreedheden tegen de Joden heeft gedreven. Ik sta niet voor de Palestijnen of voor de Joden of voor de Amerikanen of de Russen. Nee, ik sta aan de kant van God. En ik kies de kant van gerechtigheid en waarheid. En de waarheid zal triomferen. En dit Hamas-geweld en dit Amalekgeest zal vernietigd worden. Dat is de reden dat Jan Willem van der Hoeven de christelijke ambassade in het leven geroepen heeft. Om de ogen te openen van vele kerken die ook de vervangingstheologie hebben omhelst. En in jaloezie tegen de Joden zijn opgestaan. Lieve mensen, wij hoeven dat niet te doen. Want God heeft ons een eigen identiteit en roeping gegeven in Christus. En we hoeven niet te competeren met de jaloezie tegenover het Joodse volk. Integendeel, in de voleinding en de voltooiing van alle dingen zal God zowel de Jood als de Christen samenbrengen in zijn eeuwige goede, heilige bedoelingen. Wat we nu zien is hoe die geest van Amalek de wereld overgaat in al die protesten die we ook bijvoorbeeld hebben gezien in Londen. Dit gaat te keer. En dan roepen ze bevrijd Palestina. Maar wat ze eigenlijk zeggen, dood de Joden. Lieve mensen, we hoeven de Joden niet te doden, want dat gaat ook niet lukken. Want God strijdt voor zijn volk. De meerderheid van Abieren in Israël beseft dat het doel van de IDF in Gaza het elimineren en het ontwapenen van Hamas is. Niet het vernietigen van het Palestijnse volk. Ze willen eenvoudigweg niet dat deze vrede ISIS-achtige jihad wordt uitgevoerd in naam van de Palestijnse zaak. En de ultieme wraak op Amalek is dat deze Arabieren, en dat begint nu te gebeuren, want heel veel Palestijnen in Gaza die geven nu ook de schuld aan Hamas. En dat is de wraak op Hamas, dat veel deze Arabieren zich bekeren tot de enige en ware God door zijn uitverkiezing van Israël te aanvaarden en te respecteren. Want God heeft een eeuwige strijd tegen Amalek. En Gods verbond met Israël is eenzijdig door God geïnitieerd. Het is niet vanwege het feit dat de Joden zo goed zijn of beter zijn dan andere volk. God zelf heeft dat volk verkozen en uit dat volk heeft hij Juda gekozen. En uit de stam van Juda heeft hij Christus geboren laten worden als een verlosser voor de hele wereld, want het heil is uit de Joden. En Netanyahu zei kort geleden in een interview: gedenk wat Amalek u gedaan heeft, vergeet het niet. En dat werd hem zeer kwalijk genomen door de wereldopinie, alsof hij een genocide
tegen de Palestijnen daarmee als het ware uitriep. Maar dat is niet zo. Hij refereerde naar die schriftplaatsen uit Deuteronomium 25 en Exodus 17 die ik eerder al genoemd heb. Lieve vrienden, onze strijd is niet tegen mensen ten diepste. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. God heeft een plan met Israël en met alle andere volken. Een plan om het paradijs op aarde te stichten wanneer we zijn koningschap aanvaarden. En Israël speelt daarin een cruciale rol. Waarom? Omdat Jezus een Jood was. Waarom? Omdat Jezus in Jeruzalem is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren. En vanuit die hemel zal hij terugkomen. En alle machten van de wereld verzamelen zich nu tegen deze gebeurtenis. De vijanden, de Amalekgeest, de Hamasgeest, de Hezbollah, de Hitlers, de Hamans, de Jodenhaters. Zij keren zich, alle naties zullen zich keren. Onder leiding van de overste van deze wereld, Satan. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar ik heb slecht nieuws voor ze. Want het is het kwaad dus achter deze landen, deze organisaties waar we tegen strijden. Niet tegen mensen van vlees en bloed. Het zijn de overste van deze wereld, Satan, die maar één ding voor oog heeft. Israël vernietigen, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt op aarde. Daarom is er zoveel strijd in Israël. En alleen vanuit Bijbels profetisch perspectief kunt u dit begrijpen. En we zien dat, en er zijn verschillende gedachten over Psalm 83, lieve vrienden. Maar ik lees Psalm 83 en dan denk ik, het lijkt wel of ik de krant van vandaag lees. Luister, o God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkzaam, werkeloos. O God, dat voel ik ook zo nu. Want zie uw vijanden tieren. Uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listig aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël, die gaat niet over de gemeente, niet meer wordt gedacht. Want ze hebben een één gezins. Hier zien we de conspiracy, niet een theorie. Ze hebben een conspiracy. Ze hebben eensgezind beraadslag tegen u een verbond gesloten. En dan worden de namen genoemd. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus. Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot, de Moabieten en de Ammonieten tot steun. Dit zijn al de volken die we zien. Jordanië, Egypte, Syrië, Libanon, Hezbollah en natuurlijk Iran en Irak uit het oosten. En dan staat er, doe hen als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden op het land. Maak hen hun edelen als Oreb en Zeeb, als Zebach en Zalmunna, al hun vorsten, dus in het Oude Testament, die zeiden, wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods, Jeruzalem. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind, gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind, overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heere. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste, over de ganse aarde. Dit is wat er zal gebeuren. En als het goed is geïnterpreteerd, sommigen denken dat dit over eerdere oorlogen gaat, maar ik denk dat het zowel over eerdere oorlogen kan gaan als over wat we nu zien. Het een kan het ander overlappen. Dat is een principe ook in de hele Bijbel. En dat is eigenlijk wat ze zeggen. From the river to the sea, Palestine will be free. Dat gaat om het vernietigen van Israël. Maar God zegt, from the river to the sea and beyond, Israel belongs to me. Dat is wat ik geloof, lieve vrienden.
En onze strijd is dus niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En dat zien we dan in een van mijn lievelingspsalmen. En als u vaak naar de wachter kijkt, dan heeft u deze ook vast wel eens eerder gezien. Dan lees ik psalm 2. Waarom woelen de volken? Het zijn niet alleen de Arabische volken. Uiteindelijk zullen alle naties zich aan Jeruzalem vertillen. En zinnen de naties op ijdelheid. De koningen der aarde, dat zijn de geestelijke machthebbers achter de politieke machthebbers, scharen zich in slachtorde en de machthebbers spannen samen. Hier hebben we wat ik noem de conspiracy, de samenswering, waarvan wij ja, gewoon gek worden gemaakt van hey, die idiote samensweringstheorieën. Dit is geen theorie, lieve mensen. Dit is wat de Bijbel al eeuwen geleden heeft gezegd, dat de wereldheersers samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde. Dat wil zeggen tegen Israël en tegen Christus. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons af. Weg met de Bijbel. Weg met die christelijke denkbeelden. Weg met het Joodse volk. Dat is de vijandschap die we nu in de wereld zien. Maar die, geweldig, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen, dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion. Er is ook nog zo'n idiote leugen dat de Sionisten, Israël is niet Israël van God en de Sionisten, dat is een geheime genootschap van Joden die wereldheerschappij willen krijgen. Lieve vrienden, dat is complete nonsens. Sion heeft alles te maken met God en met zijn plan. En hier wordt het genoemd. Sion, mijn heilige berg. Ik heb mijn koning gesteld. Zijn naam is Jezus Christus. Israël is Gods volk. Laat die leugens niet binnenkomen. Ook niet dat Hamas gesticht zou zijn door de Mossad, door de geheime dienst. Lees het boek van Yusuf, zoon van Hamas. Hamas is in de hel gesmeed door de duivel. En hij heeft daar zeker mensen voor gebruikt. Maar niet de CIA. Ik wil gewagen van de besluit des Heren. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit. In de grondtekst staat raadsbesluit. God had een besluit genomen. Heel lang geleden. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Dat gaat over Christus. Vraag me en ik zal u volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knot, stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, hier zegt God, zo zal het gaan. En dan keert hij naar de koningen, naar de machthebbers, en dat doe ik nu ook. Alle machthebbers van deze wereld, wees verstandig. Laat je gezeggen, luister naar de woorden die leven kunnen brengen, richters der aarde. Dien de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, dat is verzoening. Opdat hij niet toorn en gij onderweg niet te gronden gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig alle die bij hem schuilen. Mijn vraag is, ben jij gaan schuilen bij de manier? Ben jij gaan schuilen bij Christus? Ben je gaan schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogte? Psalm 91, want Amalek ligt op de loer. Niet alleen naar Israël, maar in geestelijke zin ook om jouw leven te verwoesten. Om je integriteit schade toe te brengen. Om je van God weg te trekken. Om je te sleuren naar de hel. Om je te doden. En laat de verleidingen om je recht op dat eerste geboorterecht niet door de lusten van het vlees, door de linzensoep. En God zegt duidelijk over Amalek, het is de eerste der volken, maar zijn einde zal zijn ondergang zijn. Hoogmoed komt voor de val. Die laffe daden van Amalek worden afgestraft op het einde. En we hebben dat gelezen over Haman en over Esther. En je kunt je afvragen, kan God het niet op een andere manier doen? Kan hij niet gewoon heel snel in één keer een einde maken aan Amalek? Door ze gewoon een plotselinge ziekte, een natuurramp,
of op een andere manier. Maar nee, de Bijbel zegt dat Joshua moest strijden tegen Amalek. Dat was zijn opdracht. En waarom doet God het op die manier? Omdat hij jou en mij wil betrekken in de strijd en in de overwinning die hij zal bewerken. Want jij zult stilstaan en hij zal overwinnen. Hij schakelt ons in om die staf omhoog te houden. De banier, die staf. En die staf die Mozes had, als je die bestudeert, dan kom je erachter dat die staf een slang werd om de slang van de tegenstander op te vreten. Die staf sloeg Mozes de Nijl en veranderde het water in bloed. Met die staf in de hand van Mozes werden de wateren van de Rode Zee gesplitst. Met die staf werd de overwinning op Amalek gehaald. En met die staf sloeg Mozes de rots en kwam er water uit de rots. En diezelfde staf werd uiteindelijk, toen het twist was over wie nou eigenlijk de priesters moeten zijn, in de ark gelegd, in het donker. En die bloeide de volgende dag. Dat is een teken van leven uit de dood. Die staf, uw stok en uw staf, vertroosten mij. Psalm 23, dat is de Heere Jezus Christus, onze herder, onze Heer en Heiland, onze Verlosser. Als we steunen, hij is mijn stok en mijn staf. Als ik op hem leun, is er opstanding uit de dood. Is er nieuw leven, is er toekomst. En zo zal God zegen vieren in Israël, in het Midden-Oosten, in de wereld en ook in jou en mijn persoonlijk leven. Als we steunen op de Zoon van God. Als we steunen op de Christus die uit het volk Israël is voortgekomen. Halleluja. En we hebben gezien waarom God dat doet. Eeuwenlang heeft de vijand, de Satan, de overste van deze wereld, de leugenaar van de beginnen, de moordenaar, de verwoester, de verdelger, geprobeerd Israël van de kaart te vegen, de boodschap van God te vernietigen. Maar luister wat ik nu zeg. Ik vond het ook mooi dat het door anderen ook al eerder gezegd is. De farao's hebben het geprobeerd om Israël te vernietigen. Assyrië heeft geprobeerd Israël van de kaart te vegen. Babylon heeft geprobeerd Israël te elimineren. Rome heeft het geprobeerd. De naties hebben het geprobeerd door de leugen van het Derde Rijk, het Arische volk. De Sovjet-Unie heeft de Joden willen verpletteren. Osama bin Laden, Saddam Hussein en andere dictators hebben het ook geprobeerd. Saddam gooide 39 skutraketten op Israël in de Golfoorlog, waar niemand door stierf. Behalve één man die hartklachten kreeg omdat hij zijn gasmasker niet op tijd opkreeg. Hoe kan dat? Omdat God de God van Israël is. De mullahs van Iran hebben het geprobeerd en zullen het opnieuw proberen. Alle terroristen hebben het geprobeerd om Israël te vernietigen. Lieve mensen, het is niet gelukt. Israël, dat kleine slivertje land, als je dat ziet. En dan zie je ook de hypocrisie in de wereld. Want als je kijkt hoe groot het hele Arabische gebied is, met het Arabische Schiereiland en zeg maar tot Iran aan toe en in het noorden tot de Turkije toe en tot in Egypte, overal. Wat een hoeveelheid land. Maar ze willen geen ene Palestijn opnemen, want ze hebben de pest aan die Palestijnen. Maar Israël heeft zich ontfermd en die krijgt nu de volle laag van al die landen. De hypocrisie ten top. Hun eigen broeders zijn niet welkom. Waarom is dat zo? Het is die geestelijke strijd. Het is de geest van Amalek, van Hamas, van Filistea. Die wil Israël van de kaart vegen. En ze hebben het allemaal geprobeerd. Maar de farao's, die zijn niet meer. Assyrië bestaat niet meer. Babylon is gevallen. Rome is gevallen. De nazi's zijn weggevaagd. De Sovjet-Unie is in elkaar gestort. Osama bin Laden en Saddam Hussein, ze zijn niet meer. De terroristen zullen uiteindelijk er ook niet meer zijn. Ze zijn allemaal gevallen.
Ze zijn allemaal weg. Maar het volk Israël leeft nog steeds. Dit is het grootste bewijs, lieve vrienden, dat God strijdt voor zijn volk. Gij wormpje Jacobs, gij zult stil zijn. Ik zal voor u strijden. En waarom leeft dat volk? Heel simpel. Het is zo simpel. Omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob leeft. En gezegd heeft, ik geef u dit land als een eeuwig erfdeel. Voor u en uw nageslacht voor altoos. Als God zijn belofte aan Israël niet zou houden. Wat zelfs heel veel christenen denken. Omdat ze misleid zijn. Welk vertrouwen kan je dan hebben als hij het niet aan Israël houdt, dat hij het wel aan de christenen zou houden? Ik zou je zeggen, onze zekerheid van de goedheid van God is zijn trouw aan zijn volk. En zo trouw als hij is aan Israël en zal terugkeren op de Olijfberg die door midden splijt om voor 1000 jaar te regeren, kunnen wij ons vertrouwen bouwen op de rots Jezus Christus die nooit wankelt, die nooit wijkt. Dan staan we vast voor altijd. Waarom leeft het volk van God? Omdat de God van Israël leeft. Omdat de Messias, Jezus Christus, van Israël leeft. Ook al zien de Joden nu nog niet dat onze Jezus en hun Messias een en dezelfde is. Omdat het woord van God leeft. En omdat de hoop van Israël leeft. En jij die de God van Israël volgt, ook jij leeft. Ik leef omdat ik geloof in de Zoon die de Vader, de God van Israël, gestuurd heeft als een losprijs voor mijn zonde, maar ook voor jouw zonde. Hij die leeft, zal Israël bewaren en voor altijd doen zegevieren. En er zal geen vernietiging meer worden gehoord in het land. De wapens zullen omgesmeed worden tot ploegscharen. En vrede en gerechtigheid zal de aarde vervullen. En zijn muren worden redding genoemd. Omdat onze redder is Yeshua HaMashiach, de Messias van Israël, het licht der wereld, de leeuw van Juda, de hoop voor zijn volk Israël. Amen. En daarom wil ik afsluiten met deze derde en laatste editie van Wat zegt de Bijbel over Hamas en de geest van Amalek? Met deze woorden, bid voor de vrede van Jeruzalem en voor Gods verlossing in al deze dingen, want onze Heer zal tot zijn doel komen. En jij kan erin delen door je te bekeren, om te keren, je naar God toe te keren en te zeggen, Heer, hier ben ik. Als je Jezus nog niet kent, lieve vrienden, wat ik nu deel staat in het boek van God al 1000 jaren. Ik heb vooral Oude Testament geciteerd, maar het is actueler dan ooit. En we zien het nu voor onze ogen tot ontwikkeling komen. En het zal niet lang meer duren dat het escaleert, want het wordt nog veel duisterder in deze wereld. Maar onze God is de Alfa en de Omega. Hij zal het laatste woord hebben en hij zal een keer brengen in je lot. Maar daarom vraag ik je om nu je knieën te buigen en laat je met God verzoenen door het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus, die stierf op het kruis van Golgotha. En als jij zegt, dat wil ik ook, dan vraag ik je gewoon dit te bidden en te zeggen, Heere Jezus, wilt u in mijn leven komen? Wilt u mij vergeven? Wilt u mijn zonde afwassen? Wilt u mij redden voor de eeuwigheid? Wilt u mijn zonde wegdoen? Ik dank u dat u voor mij stierf. Kom in mijn hart, Heere. Reinig mij van mijn zonde met uw kostbaar bloed. Want het heeft het bloed van de Zoon van God gekocht om je vrij te kopen. De enige hoop op jouw redding is dat volbrachte werk. Als je het afwijst, zul je in de eeuwigheid je tong afbijten dat je dit hebt afgewezen. Want er is geen andere verlossing dan door Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben de weg der waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom smeek ik je, laat je met God verzoenen door de Heere Jezus Christus. En zeg, ja Heere, hier ben ik. Red mij, verlos mij, vergeef mij. Open mijn verstand en mijn ogen, mijn oren en mijn hart om u lief te hebben, te kennen en te dienen. En dan mag je zeker weten dat je zult delen in de rijkdom van zijn verlossing. Bedankt voor het kijken en God zegen. En wellicht tot de volgende keer.
demanding a sign or a work of your hand. I have all I need to believe, whether I'm in the waiting or the promised land. I have all I need to believe. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Whether you give, whether you take, my song will be the same. Christ is enough for me. There is power in my way.